Het maakt veel los. Een lawine aan reacties, veel grappen. En het CDA in de Tweede Kamer gaat om opheldering vragen aan het kabinet. De gemeente Eemsmond gaat dus straatnaambordjes op de onbewoonde eilanden Rottumerplaat en Rottumeroog plaatsen. Het is een wereldprimeur. Dat is het. Straatnaambordjes op onbewoonde eilanden. Nog nooit vertoond. Eemsmond heeft de primeur. Niet omdat het nodig is, maar regels zijn nou eenmaal regels. Dat komt vanuit de basisadministratie gebouwen. Dat legt de Rijksoverheid ons op. En als gevolg van die administratie moeten wij ervoor zorgen dat iedere plek waar een huis of een pand zich bevindt, dat daar een straatnaam en een huisnummer aan gekoppeld moet worden. Staatsbosbeheer zwaait de scepter over beide eilanden en is in opperste verbazing. Dat blijkt uit een zeer pittige brief, afgeleverd bij de gemeente. Buiten dat een niet-openbare weg geen adres kan hebben, tenzij deze gekoppeld is aan een openbare weg, overduidelijk niet het geval op de eilanden, ontgaat ons het nut en de noodzaak om de gebouwen op beide eilanden een adres toe te kennen. Het zijn onbewoonde eilanden, de enige natuurlijke wilde plekjes nog die we hebben. De structuren op de eilanden liggen niet vast, de zandpaden verstuiven, de gebouwtjes moeten soms verplaatst worden. Dus ja, het is een beetje overbodig. Alleen het voornemen al roept een stroom aan reacties op. Het CDA gaat Kamervragen stellen. En de reacties liegen er niet om. En als ik nou zeg, dit is het toppunt van ambtenarij, wat zegt u dan? Dan zeg ik dat u dat zegt en dat ik daar ook verder niks aan kan doen. En ik herken dat voor een groot deel. En dit is het spel, dat zijn de regels. Zo moet het gespeeld worden, zei ooit majoor Kees. En ik kan niet anders concluderen dan dat het in dit geval helaas ook zo is. Ja, het is ook al een beetje de ene overheid die de andere wat verwijt. Dat is natuurlijk niet leuk. Dus dan krijg je een beetje zo'n paarse krokodildiscussie. Daar blijven we liever even buiten. Wij stellen gewoon de vraag aan de gemeente. Waarom doen jullie dit? En we zouden graag een antwoord willen. En of dat antwoord komt, is nog maar de vraag. De gemeentelijke straatnamencommissie is al druk op zoek naar een goede naam. En oh ja, suggesties van harte welkom. Ja, het kon natuurlijk niet anders dat ook online dit onderwerp veel tongen losmaakt. Er gebeurde van alles en dat is allemaal gevolgd door Erik Hogeboom van onze afdeling Nieuwe Media. Ja, Erik, wat heb je allemaal aangetroffen? Hoe groot was de impact? Ja, er werd ontzettend veel gereageerd. Niet alleen in Groningen, maar eigenlijk in het hele land. Wat was landelijk nieuws. Ja, en iedereen verbaasde zich toch al over. Dus dat was ontzettend duidelijk. Zo'n mening, of het is ook zo'n nieuwsfeit waar iedereen wel een meningje over heeft. En waar natuurlijk de grappen makkelijk over gemaakt zijn. Ja, wat vonden de meeste mensen ervan? Ja, ik denk dat het beste toch wel samenvatting gegeven kan worden in één foto. En dat is deze. Namelijk een foto van een grote paarse krokodil. We hoorden de term al vaker vandaag. Ja. Bureaucratie, regeltjesdrang. Ja, en dat speelt natuurlijk ontzettend in op de meningen van ook de mensen op sociale media. Een van die mensen, dat was Dick van Elk. Hij zegt, straatnaambordjes om de weg te wijzen. Hoeveel euro per straat? Voor wethouders gaan wetten tegenwoordig boven gezond verstand. Ja, en dan nog meegerekend dat die straatnaambordjes voortdurend verplaatst moeten worden. Want die eilanden wandelen natuurlijk. Ja. Ook nog eens, ja. Groningers, wat vinden wij Groningers ervan? We hebben een poll gehad op de website. Ja, op de website hebben we twee vragen gesteld aan de Groningers om te kijken hoe de meningen verdeeld waren. En de eerste vraag, daar hebben we nu de uitslag van. Het is volkomen logisch dat Rottumeroog en Rottumerplaats straatnaambordjes krijgen. Nou, dat lijkt me wel duidelijk. 91% is het daarmee oneens. 785 stemmers. En de tweede vraag die we ook gesteld hebben is, het natuurlijk moet de gemeente eraan meewerken dat er straatnaambordjes op de eilanden komen. Nou, 89% is het daarmee oneens van de 531 stemmers. Ja, je zou bijna denken het is niet serieus te nemen, maar de politiek gaat er wel serieus mee om. Ja, behoorlijk serieus zelfs. We hebben het zelfs over Tweede Kamerleden die vragen willen gaan stellen. Mevrouw van Torenburg, Tweede Kamerlid van de CDA, is zo iemand. Die zegt er zijn belangrijke zaken, maar ja, ik wil er toch wel vragen over stellen. En dat geeft ook nog weer een splitsing in het CDA, gek genoeg. Want een collega van het CDA, een wethouder in Leiden, Jan-Jaap de Haan, die reageert en die zegt, nou, doe dat nou niet. Onzin onderwerpen, lekker onzin laten, alsof er geen crisis is. Dus ja, binnen het CDA toch een beetje gemengde gevoelens. En een opmerkelijke tweet van onze PvdA-gedeputeerde William Moorlach. Hij plaatste een aantal suggesties voor straatnamen op Twitter. Hij zegt, suggestie voor de verplichte straatnamen in Rottumeroog. En dit heeft hij letterlijk gezegd. Helemaal van de pot gerukt straat
of Monty Python Flying Circus Promenade? Ja, goed. Maar goed, naast een paar Kamerleden, een gedeputeerde. Ik kan me toch niet voorstellen dat ze het verder serieus nemen? Nee, verder werd het niet zo heel erg serieus genomen. Er waren vooral heel veel leuke opmerkingen, grappen. Iets wat aansloeg en wat Staatsbosbeheer zelf in de wereld heeft geholpen is namelijk de vraag of er ook postbodes moesten zijn. Nou ja, Erik die twitterde daar iets over en die haakte daar leuk op in en zegt: massaal gaan we postzakken vol met die brieven erheen sturen zonder postzegel, kijken of ze aankomen. Dus ja, dat was wel grappig. Ook iets grappigs was iets van Ida. Die had het over haar navigatiesysteem. Dat het toch wel een voordeel is dat er nu dan toch plaatsnamen of straatnamen zijn op oog en plaat. De GPS kan uit de boot en ik heb nu een TomTom die me de weg wijst. Met nog een hashtag wat zot met een D erachter. Ja, ja. Grappig. Laurens Barkhuizen die merkt toch op dat de zeehonden daar iets minder profijt van hebben van zo'n navigatiesysteem. Maar die hebben dan weer die plaatsnaambordjes, dus dat is ook handig. Zodat ze in ieder geval niet de verkeerde afslag nemen. Ja, je moet er toch maar over nadenken. Ja, leukste tweet? Die was van Ed Bleker. Dan beginnen bij ons gelijk natuurlijk alarmbellen te rinkelen. Maar het is een parodie-account van Henk Bleker. Die doet net alsof hij Bleker is. En die zegt: ik was laatst op Rotterdam-Oog, maar de gemeente was er al geweest. En wat hebben we dan gelijk? Ja, van die betaalpalen. Ja, en of de zeehonden daar nou zo blij mee zijn, ja, wie weet het. Goed, dankjewel, Erik Hogeboom.